alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is Makkelijk Praten. Het is alsof je Roodkapje in het Chinees opschrijft. Dan denk je, verdorie, het staat hier voor type filosofische wijsheid. Dat valt ook wel mee. Wat is eerder beneden, de basketbal of de tennisbal? En de basketbal is al 3 keer zo zwaar. En ze zijn allebei, even snel, zijn ze er. Ja, en ik vind het ook heel leuk dat André Rieu stond hier ook net op de gang. André, even wachten nog hoor. Makkelijk Praten. Rechtstreeks vanuit het National Institute for Subatomic Physics, Nick Hef. Dit zijn Sander, Adriaan en wie eigenlijk? Gideon Koekoek. Hey, hallo. Hi. Hoi. Onderzoeker. Aan het Nick Hef, dat zei de jingle al, maar dat is ook echt zo, toch? Ja, dat klopt, ja. Naar zwarte gaten en zwaartekrachtsgolven over jouw onderzoek en waar je allemaal mee bezighoudt en nog allerlei andere dingen gaan we het deze aflevering hebben. Maar om te beginnen... Welkom. Dankjewel. Ja. Dus welkom in Maastricht. Welkom in Maastricht, ja. Rechtstreeks vanuit Nick Hef in Maastricht. Dat is wel zo. Met Fly. We gaan zo direct heel veel gesmakken horen, want ik was net aan het opbouwen. Maar had ik geen tijd om Fly te eten. Dus ik ga zo direct ongeveer een half uur van het interview laten doen, terwijl ik gewoon zit te smikkelen. Ja. En echt een Fly van. Welke bakker ook alweer? Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen. Dan krijg je ruzie met die andere bakkers in Maastricht, denk ik. Doen we gewoon een piepje. Oké, dan gaan we eens even piepen zo meteen dan. Ja. De Bisschopsmolen. Graanpakkerij de Bisschopsmolen. Ja, sterker nog, en dat mag er best wel bij worden gezegd, eerste 100% speldbakkerij van Nederland. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben niet langs alle bakkers in Limburg, laat staan in Nederland geweest, maar ik vond het wel een hele lekkere fly dit. Ja, dit was top fly. Dat was top fly. Ja, goeie fly, ja. Goeie fly. Dus misschien voor de luisteraars thuis. Ja. Ik heb inderdaad een fly gekocht voor onze gasten die helemaal uit het Hoge Noorden naar Maastricht gekomen zijn. Omdat ik denk, van nou, er hoort natuurlijk wel de Limburg experience bij. En voor mij komt het niet, want mijn accent is niet Maastrichts genoeg. Dus ik denk, ik moet er dan maar gebak bij halen. Ja. En straks neem ik ze mee naar de Melgengrotten en naar de Bonnefantenmuseum. Ja. En ik vind het ook heel leuk dat André Rieu stond hier ook net op de gang. Ja. Dat klopt, die deelde de servetjes uit. Ja, dat klopt, ja. Dus dat is wel sympathiek van hem. Ja, André, even wachten nog hoor. André wil ook graag in de podcast. Ja, die man is zo ongeduldig, joh. Hij mag de outro tune. Hij speelt tweede viool vandaag. Gideon, even zwarte gaten en zwaartekrachtsgolven in Jip en Janneke taal. Wat doe je dan precies? Nou, in 3 zinnen ook. Dus we gaan er straks nog dieper op. Nee, ik begrijp het. Het is altijd lastig om dat in een paar zinnen te doen. Want het effect is een heel diep effect over ruimte en tijd zelf. De meest korte versie die ik geven kan is dat Einstein begin van de 20e eeuw erachter was gekomen dat de ruimte, echt het bestaan van meters, dat daar een bepaalde dynamiek in zit. Je kan meters korter en langer maken, niet omdat jij er zelf erheen beweegt, maar omdat de meters dat voor jou doen. Alsof uitgebreidheid, ruimte, een soort elasticiteit heeft. Mm-hmm. Maar iets wat elastisch is, kun je of heel erg diep indrukken. Dan krijg je, als je diep genoeg indrukt, dan krijg je een soort gat in de ruimtetijd. Dat noem je dan een zwart gat. Maar je kan het ook laten trillen. Want iets wat elastisch is, kun je een tik opgeven en dan wiebelt het. En dan krijg je een zwaartekrachtsgolf. Oké, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Het is een hele mooie uitleg, vind ik wel. Een hele andere manier van, want normaal zeggen ze dan, jij hebt massa en dat buigt dan de ruimtetijd. Blablabla, bla, bla. Maar ik heb het nog nooit op deze manier gehoord. Dat vind ik wel echt een leuke teaser voor wat komen gaat. Ja, ik ben ook wel benieuwd of ik het zo direct ook nog steeds ga begrijpen. Tuurlijk, ja, maar het gaat erom. Ja, maar jij bent een hele goede lakmoesproef wat dat betreft. Want ik heb toevallig met Gideon ook op één kamer gezeten tijdens mijn masterscriptie. Nou. Dus ik weet enigszins waar het over gaat. Maar het is ook bedoeling, als jij het begrijpt, dan kan de luisteraar denk ik ook begrijpen. Want ik schat jou alsnog een stuk lager in dan onze luisteraar. Ja, ik denk dat ook dat het niveau van de vragen dat is ingestuurd ook wel bewijst dat ik... een stuk lager in ieder geval dit het qua beta-onderwerpen, qua kennis zit dan de gemiddelde luisteraar. Nou, ik durf niet tussen jullie interne politiek te begeven natuurlijk. Moet je altijd doen. Zoals je ziet, kijk, Sander draait aan de knoppen en zorgt dat alles goed wordt opgenomen en ik ben er voor de inhoud. Oh, nou, wel duidelijk, ja. En wie is er voor het plaatje? Daarom is de podcast. Dat ben jij. Oh, dat ben ik. Okay. Nee, wij hebben gezicht voor de podcast. Okay. Nee, maar zonder gekheid... wat ik net zei, is inderdaad een beetje de 3-zinnen versie. Maar om er echt terecht aan te doen, moet echt even wat langer gaan zitten. Sommige effecten zijn echt gewoon wat dat betreft vrij ingewikkeld, maar wel heel interessant. Ja, dat gaan we doen. Een vraag, een antwoord en hup, de diepte in. Ja,
We starten dus altijd met een paar random vragen. Ja. Die wel richting je onderwerp gaan, maar eigenlijk over van alles en nog wat kunnen gaan. Soms met een kwinkslag. Als je het antwoord niet weet, maakt niet uit. Probeer gewoon toch antwoord te geven. We pinnen je er wel op vast. ja. Heb je er al een beetje zin in? Ja, het lijkt me heel leuk. Mooi. Ja, Aad begint namelijk nu. Ja, kun je surfen op een zwaartekrachtsgolf? Ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk. Oh, ja. Nice. Ja, dat kan. Ja. Ja? Hoe dan? Nou, wat de zwaartekrachtsgolf doet, is de ruimte een beetje op en neer laten deinen. Kijk, normaal gesproken, als je surft op water, dan sta je op een plank. En met die plank mee, met die golf, word jij op en neer bewogen. Hè? Dat is een watergolf onder jou die plank op en neer beweegt, met jou erop. En dat is wat je surfen noemt. Maar een zwaartekrachtsgolf doet eigenlijk exact hetzelfde. Alleen in plaats van dat het water is wat jou op en neer laat bewegen, is het de ruimte zelf. Dus dat kan. Maar is het dan ook niet zo, om even een volgvraag te stellen, er gaan toch continu zwaartekrachtsgolven overal doorheen? Ja. Dus zijn we niet nu al een beetje aan het surfen op zwaartekrachtsgolven as we speak? Dus vanaf het moment dat jij geboren bent, ben je aan het surfen. Oh, wauw. Ja. Ja. Maar je hebt ook wel die vibe over, ja. Ja, surfers op duwen. Nee, maar dat is zonder gekheid. Dat is echt waar. Er is constante stroom van zwaartekrachtsgolven gaat om ons heen op dit moment. Ja, ik heb die metafoor in mijn hoofd. Ja. Hè? Dus er komt een vloedgolf van de zwaartekrachtsgolven gaat vanaf een tsunami. Komt deze kant op. Nee, is al bezig vanaf, voor zover we weten, het begin al der tijden. Jaren. En de reden waarom je er niks van merkt, is omdat die golven die zijn verschrikkelijk klein. Dus je merkt daar heel weinig van. Ja. Oh, oké. Ik had gedacht dat ze... Ik had een soort van heel groot kosmisch gevoel bij zwaartekrachtsgolven. Dat het hele zonnestelsel gewoon aankwamen. En weer wiebelt. Ja. Nee, maar wat er een beetje aan vast zit, zwaartekrachtsgolven zijn heel erg moeilijk om te maken. Een watergolf is makkelijk. Je gooit gewoon een steen in het water. Of mijn part laat je de maan een paar keer rond de aarde draaien. Dat trekt ook een beetje het water in de weer. Dan krijg je je golven wel. Maar zwaartekrachtsgolven moet je verschrikkelijk veel meer moeite voor doen om die te maken. Dus het is wel zo dat de golven die je krijgt als zwaartekrachtsgolven, die moeten dus gemaakt zijn door hele grote kosmische effecten. Ja. Dus in zoverre zit de grootheid zit er wel in. Het is alleen dat het effect zo klein is. Oké. Kan jij mijn zwarte gat van afgelopen zaterdag verklaren? Altijd. Had dat te maken met wat jij afgelopen zaterdag zei? Je? Ja. Had dat te maken met wat jij afgelopen vrijdagavond gedaan hebt? Misschien is dat het wel, ja. Dat is een hele vraag. Ongeveer mijn niveau van kennis. Ja, dus ik precies. Zit alleen maar in de woordgrapjes vragen vandaag. Ik heb wat verhalen gehoord. Ik toch ook. Maar, dat was jij toch, of niet? Ja, dat was jij. Oké. Ja. Nee. Vrijdagavond, ja. Nee, dus. Maar niet met... Die zwarte gaten kan je niet verklaren aan de hand van... Stel, ik heb heel hard gedronken. Heeft een zwaartekrachtsgolf of een zwart gat daar enige mate van invloed op? Of als ik in een zwart gat zou duiken, zou ik dan geen kater hebben? Als je in een zwart gat zou duiken, zou je nog heel weinig dingen hebben. Want als één ding wat een zwart gat doet, is het... Je bezit afpakken. Het rekt ongelooflijk materie uit. Dus op het moment dat jij erin zou springen, dan word je uitgerekt als een spaghetti sliert. Ja, dan heb je vermoedelijk niet zoveel last meer van je kater, dat klopt. Maar... Nou, antwoord op mijn vraag in ieder geval. Licht... is zowel een deeltje als een golf. Mm-hmm. Dan hebben we ook zwaartekrachtsgolven, maar hebben we dan ook zwaartekrachtsdeeltjes. En is die dualiteit een beetje hetzelfde, vergelijkbaar met licht. En daarbij, licht is het tegenovergestelde van zwaar. Is daar nog iets aan mee te doen? Vijf vragen en één. Ja, dankjewel. De snelheid van het licht. Je eigenlijk vraagt nu, wat is de snelheid van het zwaar? Dat is precies. Nou, dat is eigenlijk... Nou, laten we daarmee beginnen. Zwaartekrachtsgolven die gaan met dezelfde snelheid als het licht. Dat weten we niet alleen vanuit de theorieën van Einstein. We kunnen het zelfs meten door die zwaartekrachtsgolven die we nu uit het heelal kunnen ontvangen. En zover alle metingen laten zien, is dat de snelheid van het licht, dus hoe snel licht door de ruimte heen gaat, en de snelheid waarmee zwaartekrachtsgolven door de ruimte heen gaan, dat het voor alle metingen compleet hetzelfde getalletje is. Dus de snelheid van licht is inderdaad hetzelfde als de snelheid van zwaar. Maar dat is dan ook even een vervolgvraag, even tussendoor. Als bijvoorbeeld in één keer nu de zon weg zou vallen, zouden wij dat met de snelheid van het licht merken? Ja, klopt. Okay. Dat duurt 8 minuten, hè, als de zon... Tenminste, ik bedoel, het gravitationele gedeelte. Nee, dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Sterker nog, dat was een van de redenen waarom wij natuurkundigen al heel erg lang wisten dat...
de zwaartekracht zoals Newton hem voor zich zag, dat daar iets niet aan kon kloppen. Om even een kleine historische uitweiding te maken. Ja. De manier hoe Newton naar zwaartekracht keek, was dat tussen elke twee massa's in het universum, dat kunnen de zon en de aarde zijn, het kan ik zijn en mijn kat die thuis zit, maar elke twee massa's in het hele universum trekt elkaar aan. Daar merk je hier niet zoveel van, hè? Want ik bedoel, die fly die trekt jou niet zo. Ja, die fly is aantrekkelijk ongetwijfeld. Ja, maar trekt mij enorm aan. Ik mag er alleen nu niks mee, want nee, dat hoort luisteren. Je kunt even je microfoon uitzetten en even smikkelen. Ik leg gewoon mijn microfoon even weg. Praat door. Neem ik een hapje. Alle massa's in het universum die trekken elkaar aan, aldus Newton. Maar hij kon niet goed verklaren hoe die massa's dat dan deden. En de formule die hij daarbij vond, hè, dat is de zogenaamde universele zwaartekrachtswet van Newton uit 1687. Die formule die zegt, om aan te knopen bij jouw situatie, dat als de zon zou verdwijnen, dat de aarde dat meteen zou weten. Ja. Instantaan. Precies, ja. En daar klopt iets niet, want wij weten dat informatie in de natuur niet sneller mag gaan dan het licht, hè, die 300.000 kilometer per seconde. Nou, de aarde staat... Maar dat wist Newton nog niet, toch? Nee, dat wist Newton inderdaad niet, maar hij wist wel dat daar iets geks aan de hand was. Hij wist inderdaad van, ja, maar de zon en de aarde staan ver uit elkaar, hè. Dat is zo'n 150 miljoen kilometer uit elkaar. Dus iets moet die aarde vertellen dat die zon niet meer bestaat. En dan zou hij niet geweten hebben wat het was, maar hij wist wel dat het niet in één keer zou kunnen gebeuren. Dus er moet iets van de zon naar de aarde gereisd zijn om te zeggen, ik ben er niet meer. De zon verdwijnt. Die aarde heeft tijd nodig om erachter te komen. Het heeft een reistijd nodig. Ja. En Newton wist niet wat dat was. Ja. En Einstein die dacht bij zichzelf, nou ja, daar klopt er gewoon dus iets niet. En zijn theorie van zwaartekracht heeft dat opgelost. Ja, ja, maar even voor mijn eigen begrip. Ja. In de tijd van Einstein was er al wel de kennis dat niks sneller kon dan het licht, toch? Ja, dus hij kon dat echt letterlijk meenemen in zijn hele theorie. Dat klopt, ja. Ja. Okay. Ja, dat klopt. Dus om jouw situatie er even bij te pakken, als de zon nu zou verdwijnen, dan duurt het pas 8 minuten voordat wij het daadwerkelijk zien, want het licht heeft 8 minuten nodig om van de zon naar ons toe te reizen. Dus we zien pas 8 minuten later dat de zon verdwenen zou zijn. En dan kunnen we er niks meer aan doen. Nee, dan kun je er ook niks van aan doen, inderdaad. Het enige waar je achterkomt is, nu, 8 minuten geleden is de zon verdwenen. Ja. Maar op dezelfde manier, zwaartekracht heeft ook diezelfde 8 minuten nodig om op aarde aan te komen. Dus dat is wel grappig. Als de zon nu zou ontploffen, wijs van spreken, dan zou het niet alleen 8 minuten duren voordat wij het doorhebben dat die ontploft is. De aarde zou ook nog even 8 minuten lang door blijven draaien alsof de zon er geweest was. Ja. Ah. Ja, dat is echt altijd heel apart. Hè? En wat gebeurt er daarna dan? Ja, als de zon ontploft is, dan... Dan mag even los van het feit dat we dan allemaal geen warmte meer hebben en zo. Wat gebeurt er dan? Dus hij is weg opeens, hij ontploft en ook maar als hij ontploft, dan wordt de aarde weggevaagd. Ja, misschien als hij gewoon in één keer, als hij in één keer verdwijnt. Gewoon Nou ja, kijk, als hij in één keer, als hij zo ontploft op zijn natuurlijke beloop, dan wordt de aarde gewoon weggevaagd. Maar als we net even doen alsof er een toverstapje is en die plopt gewoon de zon weg, hè, dan doen we net alsof het allemaal zou mogen van de natuurkunde. Dat mag niet, maar stel je voor dat. Ja. Dan zou de aarde zou dat pas 8 minuten later achterkomen, 8 minuten laten zien. Maar de aarde zou in zijn beweging nog 8 minuten bewegen alsof de zon er geweest was. Mm-hmm. En daarna gewoon in een rechte lijn door bewegen door de ruimte heen. Exact, want... Totdat hij een andere zon tegenkomt. Ja, dat duurt dan nog wel even. Ik je beloven dat die liggen ver weg. Maar inderdaad, op het moment dat er niks meer aan die zon zou trekken, op dat moment zegt een beroemde natuurwet, die zegt van dan gaat hij in de rechte lijn door. Dus na die 8 minuten nadat de zon ontploft is, dan weet opeens de aarde, er is geen zon meer. Er is er niks meer wat hem in een rondje probeert te draaien. Dan gaat hij op dat moment in de rechte lijn door. Ja. En dan moet je heel lang wachten. En op een gegeven moment komt hij wel weer een andere zon tegen. Maar dat is wel heel lang. Zijn we al doodgevroren. Ja. Maar ook gewoon van ouderdom gestorven. Ik bedoel, de dichtstbijzijnde ster is 4,3 lichtjaar hier vandaan. En de andere sterren die zijn 10, 100, 1000 lichtjaar hier vandaan. Dus dat betekent dat je letterlijk 10.000, 100.000 miljoenen jaren nodig hebt voordat je de volgende ster tegenkomt. Dus echt? Ik denk, echt waar. Dus ik denk dat doodvriezen het laatste van je probleem is. Ik heb ook nog een vraag. Heeft Tiger Woods last van zwaartekrachtgolven? Heeft hij dat gezegd? Is dat de reden waarom hij een toernooi verloren heeft misschien? Of zo, maar jongens, er kwam net een zwaartekrachtsgolf voorbij. Hetzelfde antwoord als er straks zwaartekrachtsgolven. Dat effect is zo verschrikkelijk klein. Daar merk je in de praktijk helemaal geen klap van. Okay. Tiger Woods ook niet. Moeten we, als we
dieper op het hele zwaartekrachtgolf gebeuren ingaan. Ook even een korte introductie doen over wat zwaartekracht eigenlijk is. Want je hebt het net al even kort gedaan. Ja. Voor de luisteraar. En misschien ook voor Sander. Want die is ook bellen aan het blazen op dit moment. Ik ben fly aan het eten. Maar wat de basics zijn van zwaartekracht die je moet weten voordat je überhaupt zwaartekrachtgolven kan begrijpen. Dan zal ik even heel gemeen in de vraag bij jou terugkeren. Want we hebben inderdaad samen op een kantoor gezeten 8-9 jaar geleden. Dus eigenlijk kan ik de vraag aan jou stellen. Nou, dat is heel lang geleden. En heel veel dank geleden. Nou ja, dat wil ik best doen. Maar er zijn een paar dingen die inderdaad essentieel zijn, maar ook heel erg contra-intuïtief zijn aan zwaartekracht. Ja. Want zwaartekracht is natuurlijk, dat zie je altijd. Het is overal. Dus je hebt eigenlijk een soort van filter voor, omdat het gewoon alles valt naar beneden en dan neem je maar aan. Maar er zitten ook heel veel dingen in natuurlijk die niet zo heel logisch zijn. Bijvoorbeeld, ik geef ook heel vaak van die wetenschapsdemonstraties voor kinderen. En dan vraag je van wat is er eerder naar beneden? Maar ik heb ook wel eens een filmpje van jou gezien waarin je dat uitlegt. Wat is eerder beneden, de basketbal of de tennisbal? En die basketbal is al 3 keer zo zwaar. En dan denken ze allemaal dat die basketbal, dat die eerder beneden is, want die is 3 keer zo zwaar. Maar ze zijn allebei even snel. Zijn ze er? Ja. Ze raken even snel de grond. Dat is altijd, ik vind dat nu ik erover nadenk, vind ik het nog steeds heel bizar eigenlijk. Maar dat komt natuurlijk omdat het niet gaat om hoe zwaar het is. Kijk, hoe zwaarder het is, hoe harder de aarde aan iets trekt. Maar omdat juist de snelheid altijd hetzelfde is waarmee het naar beneden valt. Maar dat is zoiets kroms. Ja, dat klopt. Ja. Dat vind ik altijd, loopt het vaak in mijn hoofd allemaal mis. Maar jij kan er meer over vertellen, toch? Dat toch even weer de bal bij jou leggen, de basketbal bij jou leggen. Ja, ik neem die basketbal wel even over. Nee, dat klopt inderdaad. Dat als je 2 massa's laat vallen, en dat maakt niet uit hoe zwaar ze zijn. Je kan een blok vol 100 kilo en een veertje van 10 gram of zo. Als je die naast elkaar laat vallen en je zorgt dat ze geen last hebben van luchtweerstand. In een vacuüm. In een vacuüm bijvoorbeeld. Of op de maan. Je hebt letterlijk filmpjes van dat ze naar de maan zijn geweest en daar letterlijk een hamer in een veer laten vallen. Ja, en dan gaan ze gelijk op naar beneden. En dat is heel gek, want als jij iets optilt, die zware 100 kilo in één hand. Hè, laten we eruit gaan dat je genoeg kruisbessen fly hebt gegeten, dat je zo sterk bent dat je dat kan. Ja. Dan til je dat blok van 100 kilo op. Ja. En dan voel je hoe graag die naar beneden wil. Veel meer dan dat veertje van 10 gram. Maar op het moment dat jij zo uit je hand laat vallen, dan is alle verschil verdwenen, want dan gaan ze gelijk naar beneden. Dat is heel bizar. Ja. Ja. En de reden daarachter is omdat die massa die je voelt, zegt niet alleen hoe hard de zwaartekracht het beneden wil hebben. Massa is ook hoe moeilijk het is om iets in beweging te krijgen. Een vol boodschappenkarretje moet je flink tegenaan duwen voordat het uiteindelijk een beetje snelheid krijgt. Ja. Nou, dan krijg je dus dat het zware blok inderdaad heel graag naar beneden wil, maar tegelijkertijd helemaal niet makkelijk in beweging komt. Terwijl het veertje wil vrij makkelijk, of wil helemaal niet zo hard naar beneden. Maar ja, die gaat bij het kleinste duwtje, begint hij al te bewegen. Ja. Dus die 2 effecten, die heffen elkaar exact op. Nou, dat effect bestaat al heel lang. Maar die heffen elkaar, want het gaat inderdaad dus in een vacuüm situatie. Dus als er geen luchtweerstand is. Ja. Maar die heffen elkaar ook vanaf moment 1 dus op. Dus het is niet dat je langzaam maar zeker dat ze elkaar recht trekken en dan tegelijk beneden komen. Nee, die zijn gewoon meteen. Het gaat meteen vanaf het begin gaan ze gelijk op. En dat kun je prachtig meten. Hè? Er is een officiële naam hiervoor. Dat heet het equivalentieprincipe. Of iets puristischer gezegd, het zwakke equivalentieprincipe. De weak equivalence principle. Ja, ik wilde net zeggen. Uiteraard. Daar kun je ongelooflijk veel kennis uit halen. De oorspronkelijke vraag was, wat is zwaartekracht nou eigenlijk echt? En uit dit verschijnsel, dat elke 2 massa's precies even hard naar beneden willen, daar kun je een hele diepe conclusie uit trekken. En dat is hoe Einstein tot zijn zwaartekracht kwam. Dat betekent namelijk dat het vallen van dingen, hoe dingen door zwaartekracht vallen, is blijkbaar compleet onafhankelijk van welk voorwerp je laat vallen. Ja, want dat veertje en dat blok van 100 kilo vallen exact hetzelfde. Mm-hmm. Dus blijkbaar is vallen niet een eigenschap van de dingen die daadwerkelijk vallen, het moet een eigenschap zijn van iets anders. Ja. Ik bedoel, als het aan het voorwerp vast zou hangen, dan zou elk voorwerp op een andere manier vallen. Dat doen ze niet. Dat is dat equivalentieprincipe. Dus Einstein, ik doe even 7 mijls laars, want er zit natuurlijk veel meer tussen nog. Maar Einsteins diepe inzicht was, maar misschien is dat dan een eigenschap van de ruimte zelf. Niet het ding dat valt bepaalt hoe ze vallen. Het is de ruimte waardoorheen ze vallen wat het doet. Ja. En dan snap je in één keer waarom een zwaar blok op dezelfde manier valt als een veertje, want het is die ruimte die ze samen delen, die ze naar beneden trekt. Maar ook nog niet eens in de context van de aarde dan, toch? Gewoon meer in de context van alles. Alles. Ja. Alles wat er is en wat een bepaalde mate van massa of energie heeft, volgens Einstein's theorie, die
beïnvloedt de ruimte om zich heen op zo'n manier dat andere massa's, hè, die blokken en die veren en die kruisbessenvlaaien en zo, allemaal op dezelfde manier ernaartoe worden getrokken. En de manier waarop Einstein dat zag was door de ruimte te zien als een soort elastisch materiaal waar je deuken in kan maken. Mm-hmm. Nou, en dat eigenlijk is dat een hele mooie manier om naar te kijken. Want als ik daadwerkelijk een, nou ja, noem maar eens een matras of zo, dat is een elastisch materiaal. En als ik daar een zware bowlingbal in neerleg, dan komt er een deuk in. En dan maakt het daarna niet meer uit of ik nou een zware of een lichte knikker door die deuk laat bewegen. Ze bewegen exact hetzelfde, want hoe ze bewegen is niet meer afhankelijk van de knikker. Het is afhankelijk van de deuk waardoor ze heen bewegen. Mm-hmm. Ja. Dus volgens Einstein is zwaartekracht, is, ja, nou komt het dure woord, is een kromming van de ruimte. Ja, oké. Okay. En wat je zei net ook al, in de theorie van Newton zat een fout, namelijk dat de hele snelheid van het licht, maar ook dat de stand van, uit mijn hoofd, Mercurius was dat toch? Ja, dat klopt, Nou ja, misschien dat jij het beter kan vertellen, want dat sluit ook aan bij wat je net zegt. Ja, dat klopt. Een van de dingen die we net al even bespraken was dat volgens de zwaartekracht van Newton, zijn zwaartekrachtseffect, en dan komt weer zo'n duur woord, instantaan. Twee objecten, hoe ver ook uit elkaar weggelegen, zoals de aarde en de zon, die voelen elkaar zwaartekracht meteen op hetzelfde moment. Mm-hmm. En dat mag dus niet, want niks mag sneller gaan dan het licht. Waaronder ook dus de informatie van elkaars aanwezigheid van de zon en de aarde. Dus daar zat al een fout. Maar een tweede fout inderdaad had met Mercurius te maken, dat vanaf oudsher hebben mensen al gekeken hoe Mercurius draait rond de zon. En je kan voorspellen met de wetten van Newton hoe die had moeten draaien. En daar zat een heel klein miniem verschil in. Het verschil is verschrikkelijk klein, maar volgens de metingen draait Mercurius ietsjes sneller rond de zon dan de wetten van Newton zeggen dat hij had moeten bewegen. Nogmaals, het getalletje is heel erg klein. Je moet een eeuw wachten voordat je een kleine fractie van een graad, pak je geodriehoek en kijk het verschil tussen twee punten, 89 en 90 graden is een heel klein hoekje tussen, nou, daar een fractie van, je moet een eeuw wachten en dan zie je dat stukje, zie je Mercurius sneller bewegen dan dat hij volgens Newton had gemogen. En toen Einstein zijn theorie rond had, waarin hij zei, ja, maar zwaartekracht is een kromming van de ruimte, er zitten deuken in de ruimte door de zon en dat bepaalt hoe Mercurius draait. Toen ging hij uitrekenen hoe snel Mercurius dan zou moeten draaien en dan kreeg hij exact dat getalletje eruit wat er tekort kwam in Newtons theorie. Ja, en dat kwam toch ook omdat het licht door de zon zelf een beetje werd afgebogen als het naar ons kwam? Nee, dat is een iets ander effect. Dat komt door diezelfde buiging. Ja. Maar dat was niet de verklaring van Mercurius. Ze hebben die afbuiging van het licht door de zon en het snelle draaien van Mercurius hebben dezelfde oorzaak, namelijk de kromming van de ruimte. Maar verder hebben ze niet zoveel met elkaar te maken. Maar Newton had dit wel ook al, die had het al gemeten. Die had al naar Mercurius gekeken, zelf, en kwam toen tot de conclusie, omdat hij al van honderden jaren wist wat de metingen waren. Er zit iets niet helemaal. Dat klopt niet. Mijn theorie is nog niet volmaakt. Ik weet niet of Newton zelf op de hoogte was van dat kleine verschilletje. Wat Newton wel wist, is hoe de planeten bewogen. Mm-hmm. Een voorganger, een waarnemend astronoom genaamd Johannes Kepler en Tycho Brahe, twee lieden, die hadden verzameld hoe de planeten bewegen langs de hemel. En Kepler die had daar een bepaalde wetmatigheid in ontdekt. Dat noemen wij de drie wetten van Kepler. Hoe de planeten bewegen, puur op basis van hoe het de afgelopen 20, 30, 40 jaar gezien was. En het was Newton die metingen gebruikte om dan uit te rekenen hoe dan de formule voor zwaartekracht eruit zou moeten zien. Okay. Dus Newton wist wel van, nou ja, zo bewegen de planeten, want dat hebben mijn voorgangers Kepler en Brahe hebben dat al gemeten voor mij. En op basis daarvan vond hij zijn formule. Ik weet niet of Newton zelf al wist van dat Mercurius niet helemaal klopt of dat het later nog ontdekt was. Ja, dat zou ik ook zo niet weten. Maar dat Wikipedia. Dat vergeven onze luisteraars, denk ik wel. Ja, maar ik vergeef het Newton niet in ieder geval. Nee, dat was deze. Lijntrekker natuurlijk, ja. Ja. Okay, en hoe komen we dan vanaf de informatie die we hier hebben naar daadwerkelijk, Einstein voorspelde het, zei je het al, naar het verschijnsel zwaartekrachtsgolven, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Ja. Dat is natuurlijk alsnog een gigantische stap, maar we moeten toch de luisteraar een beetje uitdagen. Klopt. Misschien is dat leuk om weer even, wat dat betreft, even in een historische context te plaatsen. Toen Einstein zijn theorie van zwaartekracht had, dus dat zwaartekracht kromming is van de ruimte zelf, dat publiceerde hij in de winter van 1915-1916.
En in zijn laatste stukje van zijn serie artikelen erover had hij inderdaad deze Mercurius-berekening had hij laten zien. Zeiden van, nou, volgens mijn berekening zou Mercurius zo moeten draaien. En dat klopt, dus ik denk dat ik het bij het goede eind heb. Ja. Heel kort daarna zei Einstein, ja, maar wacht eens eventjes. Als de ruimte toestaat dat je er een kromming in maakt, een deuk in maakt, nou ja, dan kun je de ruimte eigenlijk dus zien als een soort, ja, ik noem net al even een matras, maar iets als iets elastisch. Je kan er een deuk in maken. Maar ja, als je ergens een deuk in kan maken omdat het elastisch is, dan kun je er ook een trilling in maken. Mm-hmm. Ja? Ik bedoel, het enige wat je hoeft te doen, als jij je matras wil laten trillen, is dat je er een bowlingbal op gooit en een paar keer op en neer laat stuiteren. Ja. Dan gaat je matras, die trilt wel mee. Een andere vergelijking die je vaak hoort, we zeiden net al een beetje gekscherend watergolven, maar ja, wat dat betreft lijkt het er wel een beetje op. Als jij een steen in een vijver gooit, nou, op de plek waar die steen geland is, dan komen er ook allemaal golven die in mooie cirkels daar naar buiten bewegen. Nou, dat kan omdat water een bepaalde elastische eigenschap heeft. Hè. Je kan water kun je een beetje heen en weer trekken, een beetje indeuken, een beetje opbollen, et cetera. Ja. Nou, dat kan ook met de ruimte. Dat is Einsteins grote ontdekking. Dus toen Einstein wist van, ja, maar mijn theorie over het kunnen krommen van de ruimte klopt, want kijk maar naar Mercurius, dat kwam er zo mooi uit bij mij. Toen zei hij van, nou, dan moet dit andere effect ook wel waar zijn. En zo kan hij op zijn voorspelling van zwaartekrachtsgolven. Oké. Ja, precies, ja. En dat kon hij ook, want jij legt het nu uit op een kwalitatieve manier, zoals het mooi heet, maar hij kon het ook daadwerkelijk met formules uitdrukken. Ja, ja, uiteraard. Ja, dat klopt. En daar had hij iets voor nodig en dat heet differentiaal. Ja, maar dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Maar dat is wel tof natuurlijk. En dat je dan een eeuw later, eigenlijk gewoon een volle eeuw later, worden ze pas gedetecteerd. Ja, exact. Ja. En het leuke was dat Einstein zelf, die dacht van, ja, dit effect bestaat wel, maar het is zo'n verschrikkelijk klein effect, dat gaat nooit iemand meten. Gewoon bestaat, maar het is te klein om ooit de technologie voor te hebben om te meten. Nou, dat hij geen gelijk in. We zijn inderdaad 100 jaar verder en bijna op de kop af 100 jaar verder werd de eerste zwaartekrachtsgolf werd er gemeten. En hoe werd dat gemeten en door wie? Het werd gemeten door de LIGO Collaboration. En LIGO, dat is een Amerikaanse samenwerking van heel veel wetenschappers. En die hebben, het is een heel lang verhaal wat ik even heel kort zeg natuurlijk, maar die hebben twee zwaartekrachtsgolfdetectoren gebouwd. Mm-hmm. Aan weerszijden van de Verenigde Staten. Eentje bij Louisiana en eentje bij Seattle. Washington State, helemaal bovenin. Hanford. En eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk het effect. Want als een zwaartekrachtsgolf de ruimte een klein beetje heen en weer laat bewegen, daarom kun je erop golven als je dat wil, hè, kun je erop surfen. Als zwaartekrachtsgolf de ruimte een beetje heen en weer laat bewegen, dat betekent dat iets wat eerst een meter was, na die zwaartekrachtsgolf een heel klein stukje meer dan een meter uit elkaar ligt. Mm-hmm. En nadat de zwaartekrachtsgolf weer voorbij is, dan rekt het weer terug naar die oorspronkelijke meter. Dus ruimte rekt een beetje uit, komt er een beetje bij elkaar. Dus om daarachter te komen, hoef je eigenlijk alleen maar even een afstand te meten tussen punt A en tussen punt B. En kijken of die afstand een klein beetje groter en kleiner wordt. Ja. En de manier waarop ze dat doen, en dat zijn die twee detectoren in de Verenigde Staten destijds, een paar jaar terug. Is door een laserstraal heen en weer te schieten tussen punt A en tussen punt B. En je kan, omdat je weet hoe snel het licht gaat, kun je gewoon timen hoe lang het licht erover doet om één keer heen en weer te gaan. Nou, en als het iets langer erover gedaan heeft heen en weer terug te gaan, was blijkbaar de afstand iets groter geworden. Heeft punt B iets verder weg gelegen dan punt A? Eigenlijk is dat het hele principe. Ja, dat is eigenlijk best wel eenvoudig inderdaad, als je het zo vertelt. In de praktijk. Ja, de praktijk is heel lastig. En misschien is dit een goed moment om even een getalletje eraan te hangen. Want het hangt heel erg van de bron af en op welke afstand die bron is. Hè, hetgene wat de zwaartekrachtsgolf maakt. Nou, we hadden het er net al over. Dat moeten hele krachtige gebeurtenissen zijn, want dus het is zo moeilijk om een zwaartekrachtsgolf te maken dat je enorme groot effect in het universum erbij moet nemen om de überhaupt heen te creëren. Maar zelfs de meest grote effecten, hè, zwarte gaten die op elkaar botsen bijvoorbeeld, maak een zwaartekrachtsgolf op aarde die punt A en punt B ongeveer, en nou komt het getalletje, nou, afhankelijk van de bron en hoe ver weg, maar het getalletje zou typisch 10 min 21 meter zijn, of 10 min 22 meter. Dus even in context, hè. Ik bedoel, als je punt A en punt B hebt, die liggen een meter uit elkaar. Dan komt een zwaartekrachtsgolf voorbij. Dan gaat punt B gaat ietsjes verder weg liggen, omdat die ruimte een klein beetje oprekt. En hoeveel meter punt B nu verder weg gaat liggen is, nou, dan moeten we gewoon even tellen. 0,00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 
meter. Wat is het? 20 nullen en daarna een 1. Ja, precies. Zoiets. Dus 0, ja? Dan 20 nullen en een 1. Misschien heb ik net verkeerd geteld op trouwens. Maar ik bedoel, het gaat erom dat het kleiner eruit, of dat plakken, ja, we erbij. Of ja, precies. Copy-paste een paar nullen ertussen. Ja. Ja. Maar het is een heel klein effect. Dus Einstein dacht van ja, maar dat is zo verschrikkelijk klein. Het is vele malen kleiner dan de kern van een waterstofatoom bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus je moet ongelooflijk nauwkeurig meten, wil je dat kunnen meten. En want waar ik dan heel erg benieuwd naar, want het effect is dus enorm klein, maar je zegt, er moet wel echt ooit ergens iets gigantisch zijn gebeurd om dat effect. Is het dan, zijn wij dan zo ver weg van die gebeurtenis dat het daarom zo klein is? Maar wat als je wel bij die bowlingbal in het universum in de buurt was die erop valt, om het maar zo even te noemen. Is het dan wel echt dat je het wel merkt? Nee, dan blijft het effect nog steeds heel erg klein. Maar het wordt wel groter. Hè? Naarmate je dichterbij komt, hoe groter de golven zijn. Wat dat betreft is het niet anders dan een lichtgolf bijvoorbeeld. Hè? Of die steen die je in de vijver gooit. Als je 3 meter afstand van de steen gaat kijken, dan zijn die golfjes lang niet meer zo groot als 1 meter vanaf waar je de steen hebt gegooid. En als jij ver weg van een gloeilamp staat, dan krijg je ook minder licht dan toen je er dichtbij stond. Mm-hmm. Dus het effect neemt af op afstand. Dus hoe dichterbij je bent, hoe groter het effect zou zijn. Ja. Oké, maar het is niet dat je dan... Je hoeft nog steeds geen surfplank te pakken. Nee, een beetje surfen. Nee, dat weet ik niet. Dat kan toch? Nee, had gekund. Nee, dat is een goede vraag. En uiteraard, ik bedoel, als je heel dichtbij bent, op een gegeven moment is het groot genoeg en merk je er wel wat van. Maar als je zo dichtbij bent dat de zwaartekrachtsgolf voor jou behoorlijk meetbaar wordt en je daadwerkelijk op je surfplank kan gaan staan en kan ook gaan meegolven, dan heb jij op een hele andere manier weer heel veel last van die ster, hoe dichtbij je staat. Ja, oké. Dan heeft het zwarte gat al hele andere dingen met jou gedaan. Oh ja, oké. En die 1 met die 20 nullen, is die te klein om te kunnen meten überhaupt dan voor ons nu? Nee, dat gaat dus. Hoe doen we dat dan? Nou, dat doen we dus met die lichtstraal die heen en weer gaat. Die gaat heen en weer? Ja, die gaat het zit wat subtiliteit uiteraard, maar die lichtstraal die gaat heen en weer. Een van de dingen waar je heel erg rekening mee moet houden is alle andere trillingen en golven die in je directe omgeving zijn. Ik bedoel, warmte bijvoorbeeld is ook een manier van trillen. Hè? Ik bedoel, een object wat een beetje warm is, dat trilt iets harder heen en weer op microscopische schaal dan een object wat niet zo warm is. En daar merk je in de praktijk niet zo van. Je ziet niet daadwerkelijk je fluitketel heel erg hard trillen, maar het effect is er wel. Ja. En dat effect op microscopische schaal is op zijn minst zo klein. Hey, kijk, dat is als je op iemands werkkamer zit. Dat vind ik wel leuk, ja. Yes, come in. Die durft niet meer. Oh, die durft niet meer. Die durft niet meer, inderdaad. Nou, dat is jammer. Dat is jammer. Nou goed. Dan gaan we verder. Die dook waarschijnlijk. Was een zwaartekrachtsgolf die snel op de deur. Die snel weer weggelopen. Ik ben helemaal van apropos. Ja, nee. Waar waren we ook alweer? Het ging over, dit ging over die andere trillingen. Oh, het ging over dat, kun je dat dan meten, dat kleine effect? En het antwoord is ja. Maar je moet, een van de dingen die je moet doen is zorgen dat alle andere trillingen, die niet zwaartekrachtsgolven zijn, die moet je weghalen. En wat ik aan het opbouwen was in mijn verhaal, was dat warmte is ook een trilling. Maar die wil je niet meten. Die is ook interessant, maar niet voor dit effect. En sterker nog, die warmtetrilling is vele malen groter dan die zwaartekrachtsgolftrilling die jij wilt meten. Dus dat moet je op een of andere manier moet je daar onderuit komen. Een ander ding is dat de aarde zelf, hè, waar die detectoren gebouwd zijn, die trilt van zichzelf ook hier en daar een beetje. Tektoniek en seismiek en dat soort dingen. Ook gewoon bedrijvigheid. Ik bedoel, als er iemand voorbij komt klossen en de grond een beetje meetrilt omdat iemand gewoon aan het lopen is. Dat zijn al trillingen die groter zijn dan je ooit wil meten met die zwaartekrachtsgolven. Ja. Dus je moet op een manier zorgen dat veel van die externe trillingen zoveel mogelijk worden gedempt. Of dat je ze zo goed kent dat je ze met wiskunde uit jouw signaal. Ja, dat je ze hebt gemodelleerd. Ja, precies, ja. Dat je ze weg kan filteren. Dat is wel grappig, want dit komt bij heel veel van dit soort. We hebben natuurlijk ook een keer met Karel Melis gesproken over neutrino's. Maar dit alles eromheen, zeg maar, is altijd een probleem. Het is eigenlijk een heel irritante plek waar we zijn om dingen te meten. Het is allemaal zo klein dat de rest te groot is. Dat de rest allemaal ruis is. Nee, ben ik wel mee eens. Maar je kan dit zelf ook op een andere manier zeggen. Namelijk dat wij blijkbaar als mensheid zo ver gekomen zijn met onze technologie, in onze meting, in onze kennis van de natuur, dat waar we nu aan het meten zijn, dat de effecten die we nu begrijpen zo klein zijn dat er ruis mee gaat spelen. Ja, als jij iets gaat onderzoeken, wat niet zo heel ingewikkeld is, dan is het vrij makkelijk om dat te filteren van alle dingen eromheen. Maar het feit
dat jij, dat wij nu zo goed de natuur begrijpen, dat we wel zo diep in de natuur moeten kijken om het volgende stapje te zetten. Dat is eigenlijk een soort bewijs van hoe ver we gevorderd zijn onderhand. Nou ja, dat is wel een mooie gedachte. Ja, en elke volgende stap in onderzoek is altijd moeilijker dan de stap ervoor, hè? Ja. Dus het feit dat het nu zo moeilijk is, is eigenlijk een manier van zeggen, kijk eens hoe ver we al gekomen zijn. Hoeveel stappen we al gezet hebben. Dat is ook waar. Vind ik een mooie, ja, ik kan me ook nog herinneren inderdaad dat toen ik inderdaad bij jou op de kamer zat, dat er ook een paper langskwam over, je had het net over al die side effects die eruit moeten worden gefilterd. Dat je ook die tumbleweeds had, dat er had van die stofwolken in bij die interferometers, maar nou, die rollen af en toe langs en dat gaf ook trillingen. En daar had iemand dus gewoon een paper geschreven over hoe je dat dat eruit moet halen. Hoe je dat precies. Wat is daar een Nederlands woord voor een tumbleweed? Ja, weet ik niet. Van die dingen die in Westens altijd langs ziet rollen. Tuimelstruikgewas of zo. Tuimelstruik, ja, dat is het. Ja, tuimelstruik. Tuimelstruik. Misschien heet het wel gewoon een tuimelgras of zo. Tuimelgras, ja. Ja, dus dat is eigenlijk een heel goed, dat illustreert dat eigenlijk heel goed. Dat je gewoon zoiets sufs, dat je daar toch een paper aan moet besteden. En toch best wel wat energie erin moet steken om dat, zeg maar, je model compleet te maken. Om dat eruit te filteren. Dat is toch wel echt heerlijk. Nee, maar zo kijk ik er ook echt naar. Het is niet alleen maar een leuk verkooppraatje. Ik meen ook echt van, het toont aan hoe ver we gevorderd zijn. Ja. Dat de volgende stap gewoon nu heel ingewikkeld is. Hoe ver je komt in onderzoek, hoe moeilijker de volgende stappen wordt. Dus de moeilijkheid nu is een teken van hoe ver je gekomen bent. En zo is het echt. En nou, we zien het terug. Hè. Ik bedoel, Einstein die 100 jaar geleden dacht van, nou, ik heb nu dit ontdekt, maar het kan niet gemeten worden. Nou, nu kunnen we het dus meten. En dat is wel heel erg moeilijk. Maar het feit dat we het kunnen meten zegt dus dat we in die 100 jaar sinds Einstein heel ver gekomen zijn. En ja, maar we hebben het nu inderdaad gemeten. Dus wat is dan nu eigenlijk nog het nut van nog meer meten? Oh, als je het toch hebt over verder gaat. En wat ik me dan ook wel, maar dat is meer een vervolgvraag die ik alvast stel. Hmm. Wat is dan juist de volgende stap in zwaartekrachtsgolfdetectie? Wat je net zegt, waar zijn we dan over 50 jaar? En kunnen we dit dan nog steeds gebruiken, denk je? Of is dat speculatie? Dat kan natuurlijk ook. Nee. Er zijn een aantal dingen waarvan we heel zeker weten dat we die gaan ontdekken met zwaartekrachtsgolven. Ja. De eerste grote ontdekking van een paar jaar geleden is wat we, nou ja, laten we maar proof of principle noemen. Het feit dat ze überhaupt bestaan. Want ik bedoel, op papier bestonden ze. En we hadden geen enkele reden om te denken dat ze niet zouden bestaan. Maar om te zien dat ze echt bestaan, dan heb je echt wat bewezen. En dan weet je dus dat Einstein zijn theorie van zwaartekracht, dat die toch echt heel erg goed moet zijn. Dus een proof of principle was van, zie je wel, ze bestaan echt en Einstein's theorie klopt echt. Maar ja, we zijn nu in de fase gekomen dat we niet meer geïnteresseerd zijn in van, nou, bestaan ze wel of niet, dat weten we nu. Maar wat kun je dan over het universum leren? Ja, daar kun je een heel blik over opentrekken, maar laat ik een paar korte dingen zeggen. Een paar eigenschappen van die zwaartekrachtsgolven zijn dat zwaartekrachtsgolven worden uitgezonden in principe door alles met massa wat een bepaalde beweging heeft. Mm-hmm. Ja? Maar ook door dingen die überhaupt geen licht uitzenden. Dus als je iets in het universum hebt wat gewoon van nature geen licht uitzendt, bijvoorbeeld zwarte gaten, dan is er geen enkele manier om met een normale telescoop, een lichttelescoop die licht vangt, om dat effect te kunnen zien. Nou, je kan er een beetje omheen werken door te kijken wat het met zijn omgeving doet. Daar kun je naar kijken. Ja. Maar de objecten zelf kun je niet zien, want die zenden geen licht uit. Maar als je een object hebt wat wel degelijk zwaartekrachtsgolven uitzendt, dat betekent dat je in één keer letterlijk veel meer kan zien, kan opvangen. Dat is één. Een tweede ding waarom wij het heel interessant vinden, dat is dat zwaartekrachtsgolven heel erg moeilijk te verstoren zijn. Licht kun je makkelijk verstoren. Als ik hier een lichtstraal door deze kamer doe en ik heb ook een rookbom laten afgaan of zo, dan komt het licht aan de andere kant komt er al anders uit dan dat ik erin ging. Gezellige boel. Ja, ik doe niet anders. Ik doe niet. Heel klein kamer. Licht laat zich heel makkelijk verstoren, vervuilen door wat het onderweg tegenkomt. Dus als jij iets uit het universum opvangt met jouw normale lichttelescopen, dan moet je wel even goed ervan bewust zijn dat wat jij ziet misschien niet is hoe het uitgezonden is. Want onderweg heeft het allemaal effecten opgepikt die niet met de bron te maken hebben, maar met wat die onderweg tegenkwam, hè? Alle rookwolken. Ja. Zwaartekrachtsgolven hebben daar nauwelijks tot geen last van. Ja. Dus dat betekent als je een zwaartekrachtsgolf meet, dan meet je echt op de meest pure en schone en onvervuilde manier hoe het object er echt daadwerkelijk uitgezien heeft. En dat betekent dat we heel scherp de dingen kunnen kijken die daarvoor nooit gezien hadden kunnen worden. Of alleen met enorme verstoring in onze detector aangekomen was. En wat betekent dat dan? Wat betekent het dan concreet? Wat kunnen we dan scherper zien dan wat we nu zouden kunnen zien? Ja, heel veel dingen tegelijk.
Ik trek even een klein blikje open, hè, want er zijn heel veel antwoorden op deze vraag mogelijk. Ja. Maar één ervan is daadwerkelijk die zwarte gaten zelf. Hè, die zenden geen licht uit, dus daar valt niks aan te zien met je normale telescoop. Dus wij kunnen in één keer heel goed zien hoe zwaartekrachtsgolven, zwarte gaten, hoe ze bewogen hebben, waar ze aan voldoen. Dat is één. Een ander ding is, en dat vind ik zelf een van de meest interessante, is dat licht in het universum pas uitgezonden werd ongeveer 380.000 jaar na de oerknal. Waarom? Dat heeft met kwantummechanica te maken. Dus we hoeven niet per se op in te gaan. Maar het punt is dat toen de Big Bang plaatsvond, de oerknal, heeft het ongeveer 400.000 jaar geduurd voordat licht zichtbaar werd. Er was wel licht, maar het zat opgesloten in materie. En na 400.000 jaar kwam het licht in één keer vrij. Maar dat betekent dus ook dat als jij gaat proberen te kijken naar het begin van het universum, dan kun je nooit verder kijken dan die eerste 400.000 jaar. Want ja, er werd gewoon nog geen licht uitgezonden. Nee. Hoe ik het wel eens zeg is van, het is alsof je wacht op een briefkaart van je, zo'n ouderwetse ansichtkaart van je tante uit de Verenigde Staten. Ik bedoel, als zij hem niet uitgezonden heeft, kun je lang wachten. En je kan zo groot mogelijk een brievenbus maken dat je wil. Ja. Een nog nauwkeurigere brievenbus. Maar die brief komt gewoon niet aan. En dat is de situatie met proberen te kijken naar het begin van het universum. Als je dat met licht probeert te doen. Er werd geen licht uitgezonden, je gaat het dus ook gewoon niet zien. Zwaartekrachtsgolven werden wel uitgezonden in die periode. Wow. Dus ja, dat betekent als je die golven zou kunnen opvangen. Hè, je vroeg van, nou, wat zou je allemaal kunnen zien wat je nu niet kan zien? Nou, ontstaan van het universum bijvoorbeeld. Nou, wat cool. Nou, ik weet niet welke vraag er nog groter is in de wetenschap. Nee. Letterlijk het bestaan van het ontstaan van het universum. Ik weet wel een vraag die nog groter is. Nieuw-Zuid-is-vraag. Zo. Ik ben benieuwd. De vraag van New Scientist. Die Adriaan en Sander eigenlijk hadden moeten stellen, maar niet hebben gesteld, omdat ze waarschijnlijk hun huiswerk weer eens niet gedaan hebben. Ja. Ja, nou ja. De allergrootste fiets hem vraag. Erin. Fiets hem er maar in, de allergrootste vraag. Wil jij hem niet doen? Nee, ik wil hem graag doen, hoor. Ja. Het liep best wel storm op Facebook bij jou. Maar we hebben ook een ontzettend mooie foto van jou. Ja, dat helpt. Die zwembroekfoto. Ja. Dus de vraag is, wat zijn je hobby's? Maar degene die we uiteindelijk hebben genomineerd tot de vraag van New Scientist. En die dus er vandoor gaat met de felbegeerde en nog steeds te ontwikkelen makkelijk praten koffiebeker. Die komt van Jacques Havenit, als ik dat goed uitspreek. Mm-hmm. En die is, en die luidt, wat is het verschil tussen een zwaartekrachtgolf en een zwaartekrachtveldverandering? Het gevoel dat we dit al een beetje hebben behandeld. Ook. Nee, maar het is wel een goede vraag. Ja. Ja, zeker. Kijk, een zwaartekrachtsgolf is inderdaad een speciaal geval van de zwaartekrachtsveldverandering. Een zwaartekrachtsveldverandering betekent eigenlijk dat de mate waarin twee objecten elkaar aantrekken een klein beetje veranderd is. Nou, dat kun je in principe voor elkaar krijgen op het moment dat ik, ik zeg maar eens, ik pak een toverstafje en ik tover dat de aarde opeens twee keer zoveel massa heeft. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat het zwaartekrachtsveld rond de aarde opeens anders geworden is. Dat zou een zwaartekrachtsveldverandering zijn. Dat is nog geen zwaartekrachtsgolf. Een zwaartekrachtsgolf is een zwaartekrachtsverandering die iets meer doet dan alleen maar veranderen. Hij moet namelijk uitgezonden worden. Hij moet weggezonden worden door het universum. Okay. Dus er moet daadwerkelijk een golf uitkomen, een trilling die wegschiet. En om het even in iets technische termen uit te drukken voor de mensen die op een regenachtig zondagmiddag niks te doen hebben en willen gaan googlen misschien. Wel 80% van onze luisteraars. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar een zwaartekrachtsgolf ontstaat doordat massa's een bepaalde versnelling hebben ten opzichte van elkaar. En het technische woord hiervoor is een quadrupol. En een quadrupol is een bepaalde manier waarop dingen ten opzichte van elkaar bewegen. Ik dacht dat het een soort bier was, toch? Een quadrupol. Je hebt dubbel, trippel en het is zo quadrupol, leuk, toch? Of een zwarte gaten gaat. Ja. Dan quadrupol, ja, er zit vier keer zoveel alcohol in. Sander gaat altijd terug op zijn sluimerende alcoholisme. Dat gaat echt een beetje problematisch worden. Is ook een beetje een rode draad door het seizoen heen. Ja. Zeg maar, vanaf volgend seizoen zit ik met iemand anders. Ja. Zit jij in de kliniek? Ja. Samen met precies. Maar, we zullen kaartjes sturen. Nee, ga door. Sorry.
Dat als je een zwaartekrachtsgolf wil maken, dan heb je zowel, nogmaals wat we een quadrupol noemen. Dat is een bepaalde manier waarop massa's niet alleen in elkaars aanwezigheid zijn, maar op een bepaalde manier met elkaar bewegen. Hmm. Als je wel massa's bij elkaar in de buurt brengt, zoals bijvoorbeeld ik die met mijn toverstapje de aarde tegen ze zwaar maakt, dan heb ik wel de massa een beetje veranderd en daardoor het zwaartekrachtsveld veranderd, maar ik heb het niet zo veranderd dat die uitgezonden wordt het universum in. Dus het korte antwoord is dat een zwaartekrachtsgolf is een speciaal geval van een zwaartekrachtsveldverandering. Okay. Fijn dat het ook een mooi sluitend antwoord is. Dat is ja. Want het is ook wel eens dat we dan veel te lang door ouwe hoeren. En dan willen we dat als soundbite ergens op plaatsen. Maar dan duurt het alsnog een kwartier voordat die vraag beantwoord is. Dan moeten we daar weer gaan knippen. Ja, dus dit is top. Het is een hele goede vraag. Ja, dat vonden wij ook. Ja, ja. Ja. Er waren ook nog wat andere vragen. Dan kunnen we heel even kort ook nog. Let wel, die krijgen geen nog te fabriceren koffiebeker. Maar die hebben niet gewonnen. Die krijgen wel een eervolle vermelding. Eervolle vermelding, dat is ook belangrijk. En eentje is van, dit ga ik zeker verkeerd uitspreken. Fionam Chang San Hueza. Ja. En die vraag zich af, kan je uit zwaartekracht energie halen? Hij zegt... Ja, sorry. Oké, ik onderbreek. Maar dat is eigenlijk zijn vraag. Ja, kan je er een soort van motor van maken, vraagt hij. Ja. Heel fijn dat je hier ook zo diep over nadenkt. Ik hoor echt die hersenen kraken. echt nice. Ik houd hier even bij. Je kan deeltjes uit zwaartekrachtsgolf, of zwaartekracht, niet in golf, maar zwaartekracht zelf draagt een bepaalde hoeveelheid energie met zich mee. Daar kun je deeltjes uit halen. Dus in zoverre kun je er energie uit trekken als je dat wil. Of je de energie handig kan inzetten, ben ik niet van overtuigd. Ik had meer het idee dat hij echt bedoelde in een soort van meer werktuigbouwkundige manier de zwaartekracht omzetten in energie, zoals je ook inderdaad met windmolens doet. Maar dat zou dus betekenen dat als je bijvoorbeeld de bal laat vallen, dan komt er energie vrij in de vorm van kinetische energie. Maar ja, als je die dan weer vervolgens terug wil stoppen dan in hoogte energie, dan verlies je energie. Dus anders zou je een perpetuum mobile hebben. Dus op die manier kan het niet. Ik dacht dat hij dat bedoelde. Okay. Maar dat is misschien niet een... Ik kan het niet praktisch inzetten. Volgende vraag. Volgende vraag. Ja, Rico de Hond, die overigens aangemerkt... Ah, Rico, hoe is het met Rico, hem? Ja, goed. Dat is een vaste luisteraar. Ja. Hij staat ook op Facebook, staat er ook aangemerkt topfan. Ah, kijk. Hebben wij dat predicaat gegeven? Nee, dat doet Facebook zelf. Herkent dat Rico ons stalkt. En Facebook noemt dat dan topfan. Vindt Rico dat zelf ook trouwens, of niet? Vindt die of hij een topfan is, of is hij gewoon een normale fan? Dat hij nu thuis en denkt van, ja, hallo. Ja, ik ben gewoon... Het is wel leuk, maar... Ja, geen dat de volgende keer als we daar kijken, dat er achter zijn naam staat, geen topfan. Topfan. Hij vraagt, de lichtsnelheid is afhankelijk van het medium. Geldt ook zoiets voor de snelheid van zwaartekrachtsgolven? Ook een goede vraag trouwens. Ja, dat is ook een goede vraag. Nee, zwaartekrachtsgolven zijn echt wat anders dan licht wat dat betreft. Want licht inderdaad is afhankelijk van het medium waar je het doorheen stuurt. Maar dat komt omdat licht een beweging is in de ruimte. Mm-hmm. En een zwaartekrachtsgolf is een beweging van de ruimte. Dus daar kun je wel iets opstoppen. Maar datgene wat je op die ruimte stopt, dat beweegt net zo makkelijk mee. Dus het is medium eigenlijk, hè? Ja, het is een medium zelf wat beweegt. Dus in zoverre is het echt een fundamenteel een ander proces dan licht wat je door het medium stuurt. Het is het medium zelf, of het is de ruimte waarop het medium leeft. En het gaat allemaal gaat mee bewegen. Dus zwaartekrachtsgolven hebben daar geen last van. Aha. Okay. Nog eentje? Of hadden we nog heel veel leuke? Of... Nee, we hebben nog eentje. Hebben we nog geselecteerd. Die ga ik stellen. Maar dan ga ik daarvoor, voordat je moet beantwoorden, eerst een andere vraag aan je stellen. Want dit is Robert Kerkhoven. Om het even niet te simpel te houden. Want, dat is belangrijk voor mij bijvoorbeeld. Ja. Robert Kerkhoven, die vraagt, kunnen twee botsende zwarte gaten weer van elkaar losraken als deze maar voldoende vaart hebben? En kan de ene dan massa van de andere overnemen? Dus dat zijn twee vragen. Maar mijn vraag daarvoor is, kan je voor mij nog even één keer heel kort schetsen, wat is een zwart gat? En dan gaan we deze vraag beantwoorden. Mag dat, Aad? Goedgekeurd. Oké. Als ik hem uit moet drukken in termen van die gekromde ruimte, want zo zien wij zwaartekracht in de algemene relativiteitstheorie, dan is een zwart gat is een plek in de ruimte waar die deuk die je gemaakt hebt zo diep is dat er niks meer uit kan komen. Oké. Dat betekent ook licht, hè? Dat is dat beroemde verhaal dat daarom een zwart gat zwart is, want zelfs licht kan er niet uitkomen. Maar dat betekent ook dat alles wat erin gaat er niet meer uit kan komen. Dus ook als in plaats van licht wat je erin zou sturen, een ander zwart gat, dan zit ze gewoon aan elkaar vast. Dat komt er niet meer uit.
Oké, dus ze kunnen nooit meer, dan kunnen ze kunnen niet losraken meer. Niet in de klassieke algemene relativiteitstheorie. Ik bedoel, misschien dat er een of andere speculatieve aanpassing op te bedenken is, maar binnen de relativiteitstheorie is dat inderdaad niet mogelijk. Okay. Eens gevangen blijft gevangen. Oké. Okay. Want, en dan is ook de vraag, kan de ene de massa van de andere overnemen? Wordt het dan één... Ja, wordt het één zwart gat van één groot zwart gat? Eén groot zwart gat. Ja, en sterker nog, dat zijn die metingen die nu zoveel gedaan worden, hè, door die zwaartegolfdetectoren. Overigens, ik noemde er straks, hadden we het even over de LIGO-detectoren in de Verenigde Staten. Er is onderhand, sinds een paar jaar is er ook in Europa staat er één en die doet... Net zo hard mee, hè? Die moet ook een beetje shine krijgen wat dat betreft. Nee, het zou jammer zijn als iedereen... Shout-out. Er zijn twee van die detectoren in de Verenigde Staten. Het is een netwerk van meerdere detectoren, waarvan eentje in Italië, en die doet lustig mee. Nee, maar dat is wat deze dingen meten. Zij meten twee zwarte gaten die op elkaar botsen. En kijken dan naar het resterende zwarte gat wat er overblijft. Dus twee zwarte gaten op elkaar gebotst, smelt samen tot één groter zwart gat. Oké. Okay. Nou, maar loskomen doen ze niet. Loskomen doen ze niet. Nee. Dat is top. Goed. Dat leuk deze vragen. Ja. Zouden we vaker moeten doen? Ja, we doen het iedere week. Het ging gewoon helemaal los deze keer op de gezichtsboek. Ja. Het is natuurlijk een onderwerp wat denk ik heel veel mensen... het is natuurlijk een heel fascineert. Sexy onderwerp. Ja. Het fascineert. Je kijkt naar boven en je ziet wat. En het is heel makkelijk om daar meteen vragen over te hebben. Dus ik snap dat wel. Ja. Ja. Ja, nee, ik ook wel. Hey, wat ik eigenlijk wilde weten, wat is nu concreet je onderzoeksvraag? Waar ben jij nu mee bezig? Ja, er zijn een paar dingen tegelijk. En sommige doe ik van mijn studenten en sommige doe ik met Nikkev. Waar Nikkev zich heel erg mee bezighoudt is ze doen heel veel dingen hoor. Maar een van de dingen waar ik tegenaan schuur, dat is inderdaad van als er dan twee zwarte gaten op elkaar gebotst zijn... hoe goed kun je die dan uit de data halen? Hè? Want ik bedoel, die zwaartegolfdetectoren, die geven zo'n signaal naar buiten. Maar ja, we hadden het er net al over. Er zit heel erg veel ruis op door warmte en door seismische dingen en mensen die voorbij lopen. Dus dat signaal is heel... Die zwaartegolf die erin zit, dan moet je echt je best doen om die eruit te plukken. En waar Nikkev heel groot in is in technieken om die zwaartegolf uit de ruis te detecteren. En daar draag ik, daar draag ik aan bij. Iets specifieker is dat het zou zomaar kunnen dat algemene relativiteitstheorie niet helemaal de juiste theorie van zwaartekracht is. Hè, dus we denken dat die heel goed klopt, want kijk, al die zwarte gaten die voorspeld waren in de zwaartekrachtsgolven, die komen er elke keer uit. Dus hij lijkt het heel goed te doen. Hè, Mercurius had het over, werkt allemaal prachtig. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat als je nog beter gaat meten, dat het toch nog net even subtiel anders zit. En een van de dingen waar Nikkev zich veel mee bezighoudt, is uitzoeken... Kun je aan zwaartekrachtsgolven zien of algemene relativiteitstheorie überhaupt de goede zwaartekrachtstheorie is? Dat is natuurlijk ook heel tegenstrijdig, want die zwaartekrachtsgolven die worden toch voorspeld door de algemene relativiteitstheorie, maar dat bevestigen dus niet in die zin. Nou, corroboratie of meer. Gewoon nee, van, ik snap je vraag wel hoor, want wat je eigenlijk zegt is, ja, maar je voorspelt toch die golf aan de hand van relativiteitstheorie en dan meet je hem en dan ga je volgens aan die golf zien dat die niet klopt. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Nee, maar wij weten natuurlijk dat die golven wel heel erg kloppen. Nee, die kloppen voor 99% misschien wel. Je bent op zoek naar het ene procentje, dat ene extra procentje. Dus het klopt genoeg, de relativiteitstheorie, om te weten dat jouw golf er bestaat. Hè, dat die er is en dat die er zo uitziet. Maar klopt die ook genoeg om dat laatste procentje ook het goed te kunnen vergelijken? Het gaat dus ook echt om dat je nog dieper die theorie induikt en daar de accenten misschien wel verschuiven voor wat ze nu zijn. Ja, dus ik maar kan dat dan ook... Oh, sorry, ik onderbreek. Nee, ik wou nog even dat zinnetje afmaken. Ik bedoel, het is iedereen volkomen duidelijk dat het basisidee van algemene relativiteitstheorie, dat de zwaartekracht gezien kan worden als een kromming van de ruimte, en dat het volgens die en die formule zou moeten gaan, dat is iedereen volkomen duidelijk. Maar er is in principe wat ruimte om te zeggen... ja, maar dit kan nog net even een klein beetje anders zitten... zonder aan dat basisidee te morren. Okay, ja. En dat is waar Nikkev zich heel erg mee bezighoudt. En mag ik daar even op inhaken? Want dat zeg je zonder te morren aan dat basisidee. Maar ik denk dan nu even terug aan waar we het in het begin over hadden. Ja. Namelijk dat Newton, theorie... dat die eigenlijk door Einstein radicaal omver werd geblazen. Eigenlijk ook door zo'n extreem miniem verschilletje... Van hoe Mercurius om de zon draait. Ja, dat klopt. Dus je gaat natuurlijk wel uit van dat basisprincipe. Maar is het niet heel makkelijk dan gezegd... zonder dat we denken dat het basisprincipe... Want misschien komt daardoor juist wel uit... dat je het radicaal anders moet zien? Of... Nou ja, dat kan. In principe is dat niet onmogelijk. Een goed voorbeeld is inderdaad Newton...
die uiteindelijk toch allemaal heel anders zat. Want je had toch die algemene relativiteitstheorie nodig. Maar je had een heel miniem effect nodig om dat te kunnen aantonen. Hè? Mm-hmm. Dus het is inderdaad zo dat die wetten van Newton niet helemaal zeiden hoe Mercurius om de zon heen draaide. Maar de afwijking was inderdaad heel erg klein. Ik ga eigenlijk gewoon wat je aan het zeggen bent. Die afwijking was in ieder geval klein genoeg om aan die kleine afwijking te zien dat dingen toch heel anders moesten zitten. Maar om naar Adriaan zijn eerste vraag toe te gaan. Blijkbaar kon je gewoon Newton's theorie aannemen als basisidee ten opzichte waarvan jij dat kleine verschilletje kon meten. Mm-hmm. Nou, dat doen we hier ook. Ik bedoel, als basisidee kun je nemen de algemene relativiteitstheorie. En als daar ook een miniem verschilletje in zit, ja, dan kan het best zijn dat miniem verschilletje weer de hele boel omgooit. Maar je kan wel de relativiteitstheorie als basis nemen. Dat is waar Nick zich mee bezig gaat. En daar doe ik ook op een bescheiden manier aan mee. Wat ik ook doe is wat meer wat dat betreft theoretisch werk. Namelijk kijken, zijn er andere manieren om uit die data je zwaartekrachtsgolf te kunnen meten? Mm-hmm. Zijn er andere wiskundige technieken voor mogelijk? Daar ook mee bezig. En er is een laatste ding. En dat laatste ook meer met studenten. En dat heeft echt te maken met op welke manier draaien sterren eigenlijk überhaupt om elkaar heen in de buurt van zwarte gaten. Of als er een magnetisch veld omheen zit. Hoe ziet dan die beweging eruit? Nou, die berekeningen zijn interessant. Want dat zijn ook allemaal dingen die we nu kunnen meten. Maar ze zijn gelukkig ook nog behapbaar genoeg dat we onze derdejaars studenten daarop kunnen zetten. Okay. En die gaan dan, hoe gaan die dan aan de slag? Ben ik dan wel benieuwd naar. Wat doen ze dan met jou of voor jou? Nou, het hangt natuurlijk van het onderwerp af. Maar in principe, wat ze van mij krijgen is een rekenmethode. Zo zou je dit kunnen uitrekenen. Maar hier is een situatie waar we die rekenmethode nog niet op geprobeerd hebben. En dan wordt het gewoon puur theoretisch werk. Dus dat betekent echt gewoon zitten en een grote stapel papier bij wijze van spreken, pen erop en gaan rekenen. Dan krijg je een beetje wat we hier op het bord hebben staan. Ja. Letterlijk ja, want deel van deze berekeningen in het zwart. We zien nu even voor de luisteraar, we zitten hier in de kamer en daar hangt een groot whiteboard met wat je verwacht dat bij een natuurkundige op een whiteboard getekend moet zou zijn. Moeten we een foto van maken zo. Ja. Heel veel formules. En iets waarvan ik vermoed dat het een gestileerd zwart gat is. Dat klopt, ja. Voor de luisteraars thuis. Spiraalachtige figuur. Ja, dat is waar ik met de student aan het kijken was. Of gewoon even aan het tekenen was. Hoe die beweging eruit zou moeten zien. Als onze formules correct zouden zijn. Okay. Dus inderdaad hier in het zwart. Ja, daar hebben de luisteraars niet zoveel aan. Maar in het zwart op het bord. Zie je nu inderdaad berekening. Lees maar die voor. Dan zou je denk ik oprecht gewoon een kwartier bezig zijn. Ja. Die formules die hier, die zeggen inderdaad. Het is inderdaad werk waar ik met een student was een paar dagen geleden. Nou, toch, wacht, pak eens even dit stukje. Hoe klinkt, nee maar serieus, hoe klinkt, ik heb nou echt geen idee. Hoe klinkt dit stukje formule als je dit aan mij zou voorlezen? Ja, maar wij natuurkundigen lezen zelden formules aan elkaar voor. Hè? Ik bedoel... Ja, maar dat maakt me niet uit. Ik kan toch, maar dit, ik neem aan. Nou, dat is waar. Of is voor een formule alleen maar, kan dat alleen maar gelezen worden? Wat er staat is de normalisatie van for velocity. Ja, het gaat toch snel in het Engels. Want zo zijn die termen vaak gedefinieerd. Er is een regel in de algemene relativiteitstheorie dat hoe dingen ook bewegen, de bewegingen in de verschillende dimensies moeten samen een relatie met elkaar hebben. Lang verhaal kort, er moet min 1 uitkomen. En ik heb met een student hebben we een formule ontwikkeld om te kijken hoe twee dingen om elkaar aan bewegen zijn. En een van de eerste eisen waar die formule aan moet voldoen is dat deze normalisatie van de 4 velocity, de 4 snelheid, dat netjes min 1 uitkomt. Het goede nieuws is dat het doet. Gelukkig. Dus, ik was wel even bang. Ja, dus is goed. Maar ik zie je snel staan. Ik vermoed trouwens dat wie er aan de deur stond, dat deze student was tussen haakjes. Ah. En je hebt gelijk, er staat 0, maar dat komt omdat dit een tweede orde benadering is. De eerste orde geeft al min 1. Dus oké. Dit is je, ja, oké. De correctie. Hey, okay. En nog even voor mij, en nog even meer letterlijk, wat staat hier? Ik wil weten hoe het klinkt. Ik zal zo de symbolen daadwerkelijk voorlezen. Maar de technische term is dat hier een contractie staat van 2-4 snelheden. En dan moet dus in dit geval min 1 uitkomen. Nu ga ik er voorlezen. Ja? Dan nogmaals, het lees van geen meter. Heel klein stukje. De N-lambda, de Dow-lambda, G-menu, de U-0-mu, U-0-nu.
Nou, zo klinkt dat dus, een formule. Ja. Maar nogmaals, zo praten we niet tegen elkaar. Nee, nee, dat is ook tijdens de lunch. Ja. Als het over je normale leven hebt, dat het helemaal in symbolen is verpakt. Ja. Het is al die mensen die denken dat ze ergens op een radiofrequentie aliens hebben gehoord. Ja, precies. Ze hebben gewoon toevallig gewoon een paar natuurkundigen die met elkaar aan de lunchtafel aan het praten zijn opgevangen. Maar het is wel... Die formules die zien er al heel gauw heel ingewikkeld uit. En ik zal ook niet liegen, het is natuurlijk ook niet makkelijk. En je moet er lang mee bezig zijn voordat je ze in de vingers hebt. Maar het geeft ook een heel gauw de schijn van hier staat iets bovenmenselijk ingewikkelds. Ja. Nou, en het is net als elke andere taal. Hè. In principe is het prima te lezen. Sterker nog, die uitspraak die ik net doe, waar ik zeg het is een normalisatie van viersnelheid. Nou ja, dat is op zich helemaal geen diepe natuurkundige moeilijke waarheid. Het is alleen de taal waarin het staat die het dan gauw ingewikkeld doet lijken. Okay. Het is alsof je Roodkapje in de Chinees opschrijft. En denk je, verdorie, wat staat hier voor diepe filosofische wijsheid? Dat valt ook wel mee. Oh, de symbolen ziet er ingewikkeld uit, maar het verhaaltje kan nog steeds heel makkelijk zijn. Okay. We hebben het net gehad over LIGO en Virgo en alle detectoren van nu. Mm-hmm. Maar er is ook een hele nieuwe detector in aanbouw, toch? Ja, dat klopt. Ja. Meer dan één trouwens, ja. Maar degene die voor Europa heel interessant is dat we bezig zijn met hopelijk het voor elkaar te krijgen dat er een veel gevoeligere zwaartekrachtsgolfdetector gebouwd gaat worden. De zogenaamde Einstein-telescoop. Daar gaat nog heel veel jaren overheen. Die zou pas operationeel zijn in zo 2035 ongeveer, dus dat duurt nog wel even. Poeh, ja. Maar dat apparaat wordt nog eens een keertje veel gevoeliger. Dus dat betekent dat wij opeens nog veel meer signalen en nog veel meer informatie uit het diepe universum kunnen gaan meten. Waar we die nu af en toe eens binnenkrijgen. Er komt nu eens per week ongeveer een zwaartekrachtsgolf voorbij. Nou, straks komen er honderden per dag binnen met een nieuw apparaat. Meten, ja. En dat betekent nou met alles waarvan je er veel meer van kan meten, is dat je dus je antwoorden veel nauwkeuriger krijgt. Ja. Oké. Maar betekent ook dat er nog meer, als hij gevoelig is, heb je ook nog meer last van ruis? Ja, dat klopt. En dat linkt heel erg mooi naar een ander onderzoek waar ik me steeds meer in aan het begeven ben. Namelijk, het huidige probleem met je zwaartekrachtsgolf uit jouw detectorruis halen, is omdat de ruis vrij groot is. Maar gelukkig heb je maar 1D, 1 golf per zoveel tijd. Dus als je ongeveer weet hoe die golf eruit ziet, dan kun je een computer vragen van, nou, zoek in al die ruis iets wat ongeveer op dit signaaltje lijkt. En dan pikt hij er wel uit. Hè. Zo worden nu de zwaartekrachtsgolven uit de ruis geplukt. Maar als jij zometeen een apparaat hebt wat niet 1 golf per week ongeveer binnenkrijgt, maar honderden per dag, dat betekent dat die ene golf die jou wil weten, die heeft last van die 99 anderen die je misschien niet wil weten. Dus in één keer moet jij op een hele andere manier zwaartekrachtsgolven moet je gaan meten. Je moet ze niet alleen van de ruis filteren. Je moet ook 1 zwaartekrachtsgolf van 99 andere zwaartekrachtsgolven loskoppelen. En dat is een groot wiskundig en ook software-technisch probleem. En we zijn aan het kijken of we daar een bijdrage aan kunnen gaan leveren. En dat kan met nieuwe wiskundetechnieken. Dat is wat een deel van mijn eigen onderzoek op dit moment is. Maar een andere manier zou kunnen zijn met nieuwe hardware. Dus misschien wel met, ja, ik noem maar wat, misschien dat er op een gegeven moment wel een quantumcomputer wordt uitgevonden en goed operationeel is. Het is allemaal toekomstmuziek, hè? Zover zijn we niet. Maar het is wel een belangrijke vraag. Want straks moet jij heel veel zwaartekrachtsgolven van elkaar onderscheiden in plaats van die ene zwaartekrachtsgolf alleen maar uit de ruis. Ja. Grappig. En het is grappig dat je zei, het ene is wiskunde, de andere is misschien nieuwe hardware. En dan ging je het alsnog weer hebben over een quantumcomputer, terwijl ik zat opeens veel meer te denken aan een, weet je, dat je van die stabilisatoren hebt voor camera's, maar ook voor microfoons, waardoor ze geen last hebben van trilling. Dat is allemaal waar. Nee, dat gebeurt ook. En dat is wel een mooi bruggetje overigens, want hier in Maastricht is er onlangs een nieuwe groep gestart, een nieuwe groep in natuurkunde, die precies dat gaat doen. Die gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van daadwerkelijk de hardware, niet computerhardware, maar echt de detectorhardware, om alvast uit te zoeken hoe je op de beste manier je detector zometeen beter kan stabiliseren. Dus even heel kort gezegd, we gaan hier in Maastricht een soort mini-Einstein-telescoop bouwen. Dat grote apparaat wat we hopelijk in 2035 hebben, dat gaan we hier in het klein eerst even alvast voorbouwen. Om te kijken hoe kunnen wij stabiliseren, hoe kunnen wij de spiegels mooi krijgen. Cool. Ja, dat is een hele fantastische ontwikkeling natuurlijk. Nice. Ja. Kunnen we op bezoek? Even lang stampen, kijken of die werkt. Wat tumbleweeds tegen. Ja. Ja, precies. Wel vet. Ja. Ja, ik zal jullie niet vertellen waar die staat. Dat is de boel saboteren.
Zo, oké. Okay. Gaan we door naar het nieuws. Ja. The Easy Talking Science Journal. Ja. Ja. Ik moet dan iets zeggen nu, of niet? Ja. Een hele draaiboek weggeklikt. En dan weet ik natuurlijk niet wat ik nu moet aankomen. Dat is dat zwarte gat weer. Dat zwarte gat weer ontspeelt, ja. Nee, het nieuws. We zijn weer aangekomen bij het nieuws. Twee berichten deze week. Ja. Nee, wel drie. Ja. Maar Gideon, heeft zijn huiswerk niet gedaan. Dus die heeft niks meegenomen. Krijgt strafpunten. Nee, krijgt strafpunten. Krijgt nee. Geen nog te ontwikkelen, makkelijk praten, koffiebeker. Voor straf. Aad, het nieuws. Ja. Wat heb je meegenomen? Ik heb twee artikelen over honden meegenomen. Als er een wetenschap nieuws is over honden, dan ga ik dan toch vaak daarvoor. Ja. Eén zegt dat het... dat het positief is als kinderen lezen met een hond in de buurt. Want dan zijn ze beter gemotiveerd om door te lezen en gefocuster. Want hebben ze gewoon dus kinderen daadwerkelijk met en zonder hond laten lezen in de buurt. Het is toch heerlijk? En het schijnt echt te werken. Dus mocht je focusproblemen of concentratieproblemen hebben en wil je graag nog een boek aflezen, koop een hond. En het tweede is dat... Maar hoe komt dat dan? Ja, het is gewoon onderzoek. Gewoon, en het komt waarschijnlijk omdat statistisch het, soort van het onderzoek. Komt waarschijnlijk omdat ze zich minder beoordeeld voelen op een of andere manier. En dat een hond heel erg... een hond accepteert je natuurlijk zoals je bent. Maar als je je eentje gewoon ergens leest... Dan... Ja, dat is dat toch raar. Dat het dus toch dat beter is dat er een hond bij is. Dat was de uitslag van het ene onderzoek. En het andere onderzoek zegt dat... Kijk, want ik kan me voorstellen... Ik ga er gewoon op door. Ik kan me voorstellen namelijk dat als je ouders ernaast zitten... Dat je helemaal in paniek bent met hoe... Ja. Snap ik, moet het jullie wel. Ja. En wat natuurlijk ook zo is, dat dacht ik zelf, maar dat staat niet in het onderzoek. Stel je voor, je bent op je beeldscherm, op je werk, je moet iets tikken en er komt een collega bij je staan en die vraagt je of je iets uit kan tikken. Dan weet je in één keer niet meer waar alle toetsen zitten en dan word je in één keer helemaal gek, omdat in één keer kijk je niet meer mee. Dus een hele natuurlijke taak wordt dan ineens heel moeilijk. En dat heb je natuurlijk ook bij lezen, dan denk ik zo. Dus je moet voor je niet meer lezen. Honden mee naar college nemen. Ja, of nou, niet naar college. Dat schreef eigenlijk een keertje op. Ja, misschien. Ja, dat klopt. Ik vind het eigenlijk wel interessant. Dus als je een hond bij je hebt... Ja. Ik kan het linkje kan ik niet helemaal zien, hoor. Dus ik vraag me of het in niet zo'n geval is. De correlatie is geen causatie. We zetten altijd alles in de show notes ook. Maar we bespreken het kort. Ik kan wel alle getallen erbij doen en zo. Maar het geschiedenis is gebleken dat mensen dat toch niet zo interessant vinden. Ze willen ons gewoon horen ouwe hoeren over de resultaten van het onderzoek. Ja. Maar ik ben belangrijker het wel met je eens. Inhoud. Het zou best wel kunnen zijn... Correlatie is geen causatie, zoiets. Ja. Maakt het type hond nog uit? Rashond? Dat antwoord blijf ik je verschuldigd. Als je een slecht opgevoede pitbull hebt die achter je aankomt... Schijnt het helemaal niet te werken. Zo'n valse hond kan ik me voorstellen als hij in je been zit te bijten. Dat niet maar dan sta je dus wel weer onder druk. Nee, het is wel echt een... laten we dat zo zeggen, het type hond maakt volgens mij niet uit. Maar als het maar wel echt een... Een soort van een vertrouwd gevoel geeft dat er een hond rustig naast je komt zitten en die zit je een beetje aan te gapen. Dat idee, weet je wel, gewoon alles is oké, chill. Ja. Want een hond kan ook heel erg ontstressen, dus daar heeft het vooral mee te maken. Nee, dat is waar. Zo'n hond is een diepe zucht, slaakt in de kant van de kamer, dat ontspant. Ja. En honden hebben in hun gezichtsuitdrukking, zover je daarvan kan spreken, ook vaak emoties die ze laten blijken. Dit is het volgende artikel. Ja, en okay, mensen kunnen emoties van honden lezen, maar wat blijkt? In regio's in de wereld waar mensen meer positief staan tegenover honden, zoals bijvoorbeeld Europa, daar hebben we toch wat meer respect voor honden dan zeg landen waar ze met gaten in hun buik over straat lopen. Daarin zijn we dus ook gewoon, hebben ze getest, zijn we beter in het aflezen van emoties van hondengezichten dan dat ze in die andere landen zijn. Wat ook logisch is, want als ze wel die emoties hadden kunnen aflezen, waren ze waarschijnlijk dusdanig geraakt dat ze die honden beter hadden geholpen. Maar... Ook weer misschien ook met welvaart te maken zou kunnen. Nee. Want het is dus echt het puur als je kijkt naar waar komt wat is iemands culturele achtergrond. Als je dat afzet tegen hoe goed kan iemand de emoties van een hond, voor zover je daarvan kan spreken, aflezen. Dan ben je dus als je uit een soort van Europese cultuurachtergrond komt, beter in het aflezen van die emoties. Okay. Zou dat dan ook nog te maken hebben met dat misschien honden of voorheen wolven of wilde honden... Vooral ook in Europa en zo rondwaarden. Dat we die hadden meer tijd om honden. Ja, dat we die hebben gedomesticeerd en dat de honden die eigenlijk nu in andere gebieden rondlopen, dat we die hebben gewoon meegenomen op schepen en vliegtuigen. En dat die mensen dus gewoon niet zo gewend zijn om met dat soort type dieren om te gaan. Ja. Oké. Okay. Nou, wat ik dan interessant vind. Om te checken of wij of een gegeven testpersoon
de gezichtsuitdrukking van de hond goed kan lezen, dan moet iemand wel weten wat of die hond daadwerkelijk die emotie voelde. Dat was ook het eerste wat ik aan dacht. Dus want hebben ze dan synapsen op hun hoofd gedaan? Of hebben ze gewoon iemand anders genomen die zegt, nou, deze hond is vrolijk, hoor. Jij ook? Nee, maar ik bedoel dan toch? Wat was de objectieve oordeel of die hond daadwerkelijk blij was of niet? Ja, want dat is altijd een beetje jaloers. Dit is best wel een realistisch punt. Vraag, want ik heb namelijk best wel vaak het gevoel dat een hond agressief is. Ik heb niet zo'n goede band met honden. Ja. Maar dan zegt vaak een eigenaar dan altijd van nee, hij wil gewoon spelen. En dan denk ik dat of niet. Weet je, dat kan. Ja, precies. Ik bedoel dat die eigenaar inderdaad zegt, nou, volgens mij wil die hond spelen. En dan zeg jij, nee, die hond wil mij aanvallen. En die hond alleen maar denkt, ik heb honger. Niemand is het met elkaar eens op dat moment. Jon denkt, ik wil FIFA spelen. Ja, precies. Ja, dat is wel een goede vraag. Ik zoek het even op. Nee, ik ben oprecht wel benieuwd. Ik bedoel, ergens moet dan om te checken of testpersoon A de emotie van de hond goed leest, dan vermoed ik dat er iemand wist hoe die hond zich voelt op dat moment. Ja. Was dat testpersoon B of waren dat synapsen? Ik bedoel, is het objectief bepaald of was het iemand anders zijn vrije interpretatie van de gezichtsuitdrukking? Ik ben bang. Nee, weet ik niet. Ik heb geen idee. Ja, als je ze tanden in je kuit zet, dan snap je wel dat die dan kan ik snap ik ongeveer hoe die zich voelt. Maar het zoek het even op. Ja, het is ik moet dan nog 3 links door klikken voordat ik in het onderzoeksding ben. Dat heb ik nu niet gedaan. Dus laten we dat even gewoon. Nou, interessant, ja. Ja, maar sowieso zijn honden altijd de leukste dingen die je kan onderzoeken, denk ik. Maar ik had ook meer dierengeneeskunde moeten gaan studeren, denk ik. Nog meer. Als meer diergeneeskunde. Ja, meer dan wat ik nu heb gedaan. Ja. Want nu is het niks. Nee. Nou, Sander, laten we jouw artikel af gaan zeiken. Ja. Nou, ik heb dus een artikel meegenomen die helemaal past in vandaag, als de uitzending online komt. Namelijk, het is vandaag, als de luisteraar hem opzet, is het 5 december. Dus is het pakjesavond. En er wordt er heel veel gedicht. En gerijmd. Mm-hmm. En het artikel wat ik heb meegenomen, die zegt dat een goede zaak is. Want het leidt tot veel frustratie bij mensen, omdat ze nog allemaal heel stressvol gedichten, surprises en zo. Maar het heeft positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen, rijmelerij. Ja, omdat ze moeten dichten, ze worden geforceerd om die... Nou ja, nee, ja, niet alleen dat, maar kinderen die rijm makkelijk herkennen hebben, bijvoorbeeld, staat hier een betere leesvaardigheid dan kinderen die hier moeite mee hebben. Mm-hmm. En dat is ongeacht de intelligentie en taalachtergrond. Oh. Ze zijn een aantal onderzoeken geweest, het is een vrij lang artikel, maar eentje daarvan is een Brits onderzoek. En dan gaan ze kijken of kinderen verzonnen namen, of ze die makkelijker onthouden in rijmvorm of niet in rijmvorm. Oh. Dat doen ze aan de hand van monsters die ze namen geven. En dan maken ze korte rijmpjes. En dan heb je dus bijvoorbeeld het voorbeeld hier, is dat er een monster heet Vloek. En dan hebben ze een testgroep kinderen en die zegt, here's a monster who likes to cook. En dan een hele hoop dingen. This clever monster is called a Vloek. En dan hebben ze dezelfde, dan heet dat monster heet een smoes. En dan hebben ze, here's a smoes, who likes to cook? En dan allemaal is het een gedichtje. En dan blijkt het wel dat echt het substantieel gedeelte van de kinderen die het op rijm hoort, dus beter leert herkennen, die onthouden de naam van Vloek, waarop gerijmd is, beter dan de mensen, dan de monster met dan de naam smoes. Zonder. Dan smoes, ja. Maar dat heeft toch niks met de taalvaardigheid te maken, maar meer met hoe je geheugencellen worden getriggerd door rijm? Misschien niet met taalvaardigheid. Het heeft misschien meer met geheugen te maken. Ja, dat zit ik ook te denken. Ik heb vroeger bij muziekles op school geleerd. Ik kan er compleet naast zitten. Maar ik dacht mij te herinneren dat dat de reden was waarom die troubadours hun mooie verhalen waarmee ze de kerkplein afgingen, dat ze die op rijm zetten. Al die troubadours. Die hele hoorde van troubadours. Die altijd in Maastricht of het plein ziet lopen. Ja. Dat ze hun lange verhalen juist op rijm zetten. Zodat het beter onthouden wordt, dat het meer een geheugen... Ja, maar niet om het publiek beter laten onthouden, maar dat zij het makkelijk konden meenemen naar het volgende dorpslijn. Maar toch ook dat het wordt, zeg maar, de Ilias is ook helemaal, dat is een van de eerste epi
epos is toch ook eenmaal in rijmvorm en in dichtvorm en allemaal dingen, omdat het dan ook makkelijk kon worden overgedragen van verteller op verteller. Ja, daar zit er wel iets interessants. Dat betekent dus dat de rijmvorm die wij heden ten dage associëren met mooie esthetiek, ja, destijds helemaal geen esthetische keuze was, maar simpelweg een pragmatische keuze. Anders vergeet ik het als ik het bij de volgende keer dat ik het moet vertellen. Ja, het is wel grappig. Ik denk dat eigenlijk gewoon het artikel niet zo goed wordt ingeleid. Dat het veel meer met geheugen te maken heeft. Inderdaad, dan per se taal. Maar dit zou wel weer iets voor jou zijn en je zwarte gaten ding. Dat je gewoon meer dingen moet onthouden in rijmen. Moet gaan rijmen, ja. Nee, dat moet ik zeker doen. En dat op pakjesavond. En dat op pakjesavond, ja. Maar rijmen is dus in ieder geval goed om dingen te onthouden. Ik dacht, misschien dat een paar studenten hun bachelor... scripties tegenwoordig in rijmvorm kunnen schrijven. Ja. Kan het gewoon worden overgedragen, natuurlijk. Dat gebeurt sowieso wel rond deze tijd, toch? Dat heel veel van dat soort dingen worden ingeleverd in rijmvorm en zo. Ik heb het nog niet gezien, maar wie weet. Ik zou wel leuk zijn. Hadden we niet de intro van deze podcast ook in rijmvorm moeten doen? Dat hadden we eigenlijk moeten doen. Maar dat heb je ook heel vaak, dat mensen dat doen. Ook zo'n bedrijf of bol.com in een reclame. Als Sinterklaas tijd dan is, dat ze dan weer alles in rijmvorm doen. Dat ik denk van, ja jongens, leuk. We gaan allemaal mee op dat gebeuren. Dus ik ben ook wel blij dat we het niet hebben gedaan. Ik heb dus een uitdaging gevonden. Goed gedaan, Sander en Adriaan. Door naar het laatste onderdeel, denk ik. Thanks, wetenschap. Ja, om af te sluiten, Gideon. Ja. Altijd iets waar jij in de wetenschap enorm dankbaar voor bent. Ja. Wat is dat? Je zei al toen in het voorgesprek, want ook dat doen we, zei je, het zijn... echt heel veel dingen. Ja. Je noemde dingen als YouPorn. En... Wat? Dat is de... Nee. Ja, oké. Okay. Ik dacht dat we het al gehad hadden, maar... Oké, dit is heel flauw. God, jezus. Okay. Ja. Ah, het is ook helemaal uitgezoomd. Had je nog een vraag, Sander? Of, Nee, waar je de wetenschap heel dankbaar voor bent. Nou ja... Ja, kijk, we hadden het inderdaad natuurlijk al even over. Er zijn zo ontzettend veel dingen waar we de wetenschap dankbaar voor mogen zijn. Ik bedoel, alle technologie is natuurlijk een directe spin-off van wetenschap. Ik bedoel, er is geen manier waarop jij een lamp kan laten branden of erachter hebt kunnen komen hoe een lamp brandt of hoe jij een bericht naar je oma in Australië stuurt. Als niet iemand voor jou uitgezocht heeft hoe je informatie kan overzenden op een elektromagnetische golf bijvoorbeeld. Of auto's of geneeskunde, al die dingen is allemaal wetenschap. Dus dat spreekt voor zich. Maar één ding wat ik zelf heel blij van word gewoon in mijn privéleven, is dat wetenschap ons een manier heeft gegeven om kunstzinnige vormen aan elkaar over te dragen. Mm-hmm. Het feit dat als ik thuis kom, een van de eerste dingen die ik doe, is dat ik een mooie cd aanzet bijvoorbeeld. Hè, dat ik gewoon muziek kan luisteren. En het is compleet vanzelfsprekend. Alleen, het is niet zo heel erg lang geleden dat als jij muziek wilde horen, was er maar één manier om dat te gaan doen. Dat was namelijk een kaartje kopen voor de Schouwburg of zo, voor een concertzaal. En daar maar naartoe op zaterdagavond. En al het andere muziek, dat moest je zelf maar fluiten. Ja, dat is waar. Ja. En het feit dat je... Of een cassettebandje daarna nog. Ja. Of een cassettebandje daarna. Maar in ieder geval dat op een gegeven moment de wetenschap mogelijk gemaakt heeft om iets waar wij als mens... heel veel innerlijke bevrediging bij krijgen. Zoals bijvoorbeeld kunstvormen, zoals muziek. Maar het kan ook iets moois zijn als een mooie film of iets dergelijks. Dat we dat ten alle tijden nu tot onze beschikking hebben. Daar word ik heel erg blij van. Het gaat er veel verder dan dat trouwens. Ik bedoel, de boekdrukkunst is op een gegeven moment ook uitgevonden. Heel veel langer geleden. Niet helemaal via een wetenschappelijk proces. Maar wel met het idee van als wij snappen hoe de wereld in elkaar zit, dan kunnen wij dat nu gebruiken om niet alleen informatie te bewaren en over te geven aan andere mensen, maar ook een bepaald gevoel van esthetiek. Ja, dat is wel een mooie gedachtegang. Ja. Nee, maar ik bedoel, je komt thuis en je zet muziek aan, want je hebt zin in wat ontspanning. Dat kon 100, 150 jaar geleden niet. En ik merk dat een steeds mooiere vorm aanneemt. Ik bedoel, het feit dat je nu bijvoorbeeld films hebt waar de meest prachtige scenario's getoond kunnen worden, omdat het uit de computer getoverd wordt, wat allemaal pure spin-off van wetenschap is. Ja. Als je vroeger, als jij iets spannends wilde kijken, laten we even zeggen dat je iets spannends wil kijken en je wil een invasie van ruimtewezens wil jij meemaken, ja, dan had je van die bordkartonnen ruimteschepen zie op je scherm. Maar nu is het allemaal levensecht geworden. Het feit dat je dus esthetiek kan doorgeven van de een op de andere persoon op een manier die levensecht is, dat is heel nieuw. En dat maakt mij
heel blij dagelijks. Ja. En door die boekdrukkunst hoeven we onze verhalen niet meer in rijmvorm aan elkaar ook te brengen. Dat is wel jammer, want je gaat de taalkundige gaat naar beneden. Maar voor de rest is het... Nee, maar ik vind het een hele mooie... Ik heb er nog nooit zo bij stilgestaan. Ja. Hele mooie observatie. Nee, maar dat is inderdaad denk ik iets waar we heel makkelijk bij stilstaan. Want het is zo ongelooflijk voorradig. Maar ik bedoel, dat muziekvoorbeeld denk ik is heel illustratief. Ik bedoel, het feit dat je vroeger alleen maar muziek kon horen... door fysiek ergens naartoe te gaan op een vast tijdstip... en dat is dan misschien één keer in de week... en dan hoor je een keertje muziek... en dat je dat nou niet meer hoeft te doen. Dus dat je elke emotie die je wil voelen... je wil een mooi liefdeslied wil je voelen omdat je verdriet hebt... of je bent ergens boos... dus je wil even een lekkere ruige Motorhead-CD wil je aanzetten. Het feit dat je dat ten alle tijden jouw emotie kan vinden... in overdraagbare esthetiek. Ja. Dat is iets wat wetenschap... gebracht heeft, naast de wasmachines en de auto's en de geneeskunde en dergelijke. Dat is wel cool. De andere kant van het verhaal is, ben ik me tegenwoordig steeds vaker van bewust dat ik uit een soort van automatisme, met name met muziek, eigenlijk altijd muziek op heb. Weet je, ik heb altijd mijn koptelefoon op of ik heb altijd... Ja. Ik ben ook steeds vaker dat ik dan toch in huis, weet je, dan zet je gewoon tegenwoordig, zeker ook met alles wat streamt, met je smart speaker, zet je gewoon hop, paf aan. Ik steeds vaker denk, oh ja, ik moet misschien ook even gewoon... Het is bijna een soort van tik of zo, verslaving, hoe wil je het noemen? Een soort van klik, bam, even iets aan. Nee, maar ik denk dat je daar geen ongelijk in hebt. Je noemt het woord verslaving en ik denk dat voor een aantal mensen misschien ook echt wel geldt. Dat mensen op een gegeven moment wel heel makkelijk gewoon... ik heb nou geen enkele prikkel van buiten, dus ik moet het nu aan. Ik moet nu iets aanzetten, of het nou een game is of ik ga voor de 100ste keer vandaag door mijn Instagram heen scrollen of zo. Ik denk dat daadwerkelijk wel een keerzijde van de medaille is. Ik heb wel begrepen, als je een hond naast zet, dat je daarna weer meer geconcentreerd naar je muziek luistert dan daarvoor. Ja, dat is ook wat, hè? Behalve als iets erheen gaat blaffen. Ja, of dat is hetgeen wat jij heel mooi vindt. Dat kan natuurlijk, ja. Ja, dat kan. Leuk. Ja, nee, wel ja, mooi. Hebben ze ook nog niet naar gekeken. Ja. Of dat met zwaartegolf gaat gebeuren, weet ik niet. Ja. Ik zou het niet uitsluiten in ieder geval. Nou ja, alle gekheid daar gelaten. Ik bedoel, er zit ook een bepaalde schoonheid in echt begrijpen hoe de natuur in elkaar zit. In het geval van zo'n Einstein, die dat 100 jaar geleden voorspelt. En hij zegt, zo moet het eruit zien. En dan zien dat het er ook echt zo uitziet. Dat heeft ook een bepaalde schoonheid waar je heel blij van kan worden. Ja. Maar het zit wat moeilijker op cd, dat ben ik wel mee eens. Ja, dat is wel waar. Ja, dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Mm-hmm. Onwijs bedankt dat je er te gast wilde zijn. Of dat wij weer bij jou te gast mochten zijn in dit geval. Jij krijgt, wanneer die eenmaal uitontwikkeld is, ook zo'n fantastische... Het is echt een team van ontwikkelaars zit dat nu op. 15 heftig, man hebben we erop. Heftig is dat. En, de koffiebeker. Ja, de koffiebeker. Krijg je die ook? Kijk er naar uit. En de luisteraars die ook voor volgende aflevering weer wat luisteraars, lezers van New Scientist inzenden, die maken ook weer kans. Over 2 weken zijn we er weer. Tot die tijd kan je ons eigenlijk gewoon op de podcastkanalen volgen. Wat zijn ze ook alweer? Spotify, iTunes, Google Podcast. Google Podcast. Apple Podcast, niet iTunes. Ik vergeet het altijd. Oh ja, Apple Podcast. Ja. En Hives Podcast. Hives Podcast, ja. In ieder geval overal. Instagram en Twitter en Facebook. En dan eindigen we zoals altijd met een woord van dank aan in de eerste plaats het NICEF. NICEF, ja. Die maakt deze uitzending mogelijk. Maar ook de andere deelnemende universiteiten zoals de Universiteit van Amsterdam, Wageningen University en Research en de Universiteit Utrecht. Tot over 2 weken. En bedankt. Doei. Doei. Bye. De volgende!